Yo, weer een nieuwe vlog. Dat betekent dat we weer wat leuks gaan doen. Wat gaan we doen vandaag? We gaan samen met mijn compagnon, Fabian Dijkgraaf, ga ik een wedstrijdje doen. En dat is niet een gewoon wedstrijdje zoals een individueel wedstrijd of een duo wedstrijd, maar we gaan in teams van vier. We hebben twee dames erbij. Het moeten twee heren, twee dames zijn. En die gaan we 19 juni of 17 juni, weet ik even niet zeker, bij CrossFit Zwijndrecht. Super vet natuurlijk. Hartstikke veel zin in. Dus nu gaan we even met z'n viertjes gaan we trainen. We gaan gewoon even aftasten. Kijken wie het beste kan enzovoort enzovoort. We hebben een leuk schemaatje gekregen. Waar we een uurtje, anderhalf uur over kunnen doen. Dus dat gaan we ook doen. Dus we zijn onderweg naar Brielen. Waarom Brielen? Verzamelplekje. Zijn we nog niet geweest. Ben ik in ieder geval nog niet geweest. Dus dat gaan we even doen. Wat ik heel lekker vind. Is natuurlijk het zonnetje. Maar wat ik nog lekker vind, is dat ik hem eindelijk weer kan doen. Eindelijk weer een keertje kan gaan rijden op mijn heerlijke motor. Dus we gaan er even van genieten. Saampies, even lekker onderweg. Twee leuke dingen gaan we doen, motorrijden en crossfitten. Let's go, we gaan. Oh, this new crazy mother. Yes, we zijn aanwezig bij CrossFit Brielen. Scoop. We gaan dus 17 juni, hoorde ik net. Ik dacht 19 juni. 17 juni gaan we bij CrossFit Zwijndrecht. Gaan we in een team van vier. Twee dames, twee heren. Ik ben de ene heer. Mijn sidekick, Fabian, is natuurlijk de andere heer, dat is logisch. Maar wie zijn de twee dames? Ja. Hi, Jillian Domoshchiev. Hoi, Kepa nog later. Zeg even. Fabian Dijkgraaf. Zoals je net kon zien, PR'tje voor Fabian. Ken jij ook? Nee. Oh, die knip. Glien ook, scheelt. Wat hebben we net gedaan? 12 minuten, every minute on a minute. 6, 3 om 3. En dat 12 minuutjes. Nu gaan we naar, hè? Waar gaan we naartoe? We gaan naar de volgende. Dat is 8 minuten AMRAP. 3 rondjes, 1 power clean, 1 front squat, push press. Back squat, push press, die moet je 3 rondes doen, daarna pas mag je wisselen. En dat 8 minuutjes zoveel mogelijk rondes. Zin in! Makkie man! Wat is dit? Thank you.
8 minuten zo snel mogelijk, ging best lekker. Was binnen 20, 30 seconden de workout dan. En dan ga je wisselen, 3 rondjes. Dus perfect, hartstikke leuk. Dan gaan we naar de volgende, gaan we een max opzoeken. Het enige verschil van net is dat we pushpress hadden. En nu gaan we shoulder to overhead. Dus, en we gaan een max opzoeken. Dus we gaan lekker met het gewicht omhoog. Preparate! Let me see you jump! Oké, wat gaan we doen? Dat. Stuk. Snel. Burpees, 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 burpees. Thrusters, power clean, push jerks. En nog meer burpees. Top dit. Dat moeten we sowieso doen. Are you listening? Damn. Thank you.
Holy shit. Laatste workout gedaan. Maximaal gegaan. Helemaal kapot. 15 minuut. 27. 27 of 37? 37. Ik kijk de video nog even na. Het zal best. Deze was wel killing. Fabio is natuurlijk fucking snel aan zijn burpees. Dus die mag dadelijk al zijn burpees doen. Oh man, hey. Wel lekker. Lekkere gym. Lekker even met z'n... Pardon. Knock-out komt erboven. Lekker even met z'n allen getraind. En dat gaan we zeker vaker doen. Zeker na 17 juni. Super thanks voor de uitnodiging CrossFit Zwijndrecht. Lonnie, helemaal top, dankjewel. Wij vinden het hartstikke leuk om bij jullie weer een keertje te komen. Een aantal jaar geleden zijn we frequent gekomen. Nu even wat minder, maar we zijn, blij dat we weer terug zijn. Gewoon even voor een wedstrijdje. We hebben daar ook verre gedaan. 24 uur bot en een lowlands throwdown. Fabian ook nog eens een keer de tijglen. Dus op naar de 17e. Het leuke is, komende zaterdag gaan we weer vloggen. Gaan we iets leuks doen voor ALS bij Belinda Verwij. Topper uit de Nederlandse Dames League. En dan gaan we voor ALS gaan we wat doen. Die gaan we ook vloggen. En zondag hebben we een gymnastics course van een paar uurtjes. Dus ik ga ook proberen te vloggen. In ieder geval dank jullie wel voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En ik hoop jullie snel live te kunnen zien. En kom even hallo zeggen ofzo. Ja? Thanks man.